uitgerekend jij maakte klappen met je knie. Ah, niks gebroken. Nee, dat is goed nieuws ook. Ja. Maar dit vond ik wel ironisch. Ironisch? Ja. Wat is ironie? Voor mij of in het algemeen? Gewoon wat je nu zegt. Nou, ironie is al, ja, in dit geval is ironie dat jij iets zegt en dat het aan jou overkomt. Ja, heel goed voor jou. Maar weet je, dit is de reden waarom ik meedoe. Om dit is ook echt niet... Omdat je carrière in de slop zit. Nou ja, kijk, als mijn carrière in de slop zit, neem ik jouw baantje. Ik denk dat ik stukken meer in jou verdien. Nee, maar ik heb geen... Nou, dat hoop ik wel, ja. He, met je kutbaantje. Nou zeg. Laten we zo gaan lullen. Toch? We kunnen toch gewoon om lachen, hè? Wat lul je nou? Je praat hier over misschien en ga je zeggen dat mijn carrière in de slop is? Dan heb ik jouw lullige baantje, toch? Dat is niet beschikbaar. Toch? Ze zijn best wel blij met me. Zo het niet erop, man. Oké, nou dankjewel. Is goed. Wil je camera's uit? Behalve mijn goede vriend Gerard Joling was SBS niet zo heel erg blij met onze komst. Hey, je moet wel oppassen met je grote bek. Ga ik bedoelen? Ja, precies wat ik zeg. Als je eens proef uitgezonden wordt, dan zit er een negenrecht van. Heb je dat gezegd? Die ga ik binnen op.